Nee. Harm Geert, wij mogen HG, mogen we zeggen, hè? Ja, hoor. En het is een echte, want je denkt van, nou, dat is wel lachen geblazen, dat is natuurlijk een flauwekul, professor, maar het is een echte professor, ben je, hè? Ja, aan de Vrije Universiteit. Nou, dat zegt al genoeg. We gaan het ook noemen, een, hoe heet het, proef mee met professor Dr. HG. Harm Geert, maar HG is voor in de volksmond lekkerder. Of zoals de Engelsen zeggen, HG. Ja. Look me with HG. We hebben nu leuke experimenten, toch? Zeker. Experiment 1, HG. Nou, het gaat vanavond over gassen. Het gaat vanavond over gassen. Wat is dit? Dit is een bak met... Dit is een bak met stikstof. Stikstof is een gas. Je ziet heel mooi dat die stikstof, die is heel koud gemaakt hier. Zo koud dat hij in een vloeistof veranderd is. We blazen wat warme lucht en, over. Ja, je ziet meteen dat er condens optreedt. Het is 200 graden onder nul. Wat? Ja, dat is verschrikkelijk. Koud. Maar je kan zien dat het stikstof is. Kan moet ik je even heel voorzichtig zijn. Nee, wacht. Even geen wind maken. Je moet, als je die vlam hierin laat zakken, dan zie je dat hij vanzelf dooft. Je hebt ook andere gassen, zoals waterstof, die zijn juist ontzettend brandbaar. Als ik hier die kaars aansteek... Ja, ballon. Je ziet die ballon daar. Als ik daar nou een vlammetje bij haal... Dan zie je... Dat geeft een forse explosie. Het is een flinke, dat verwacht je niet van zo'n klein ballonnetje, hè? Nee, het is niet je schrok er zelf ook een beetje van, ja, hè? Zeker weten. Ik heb niet voor niks zo'n lange stok genomen. Nee, er kwamen ineens drie gassen tegelijk vrij, hoor. Voor mij in ieder geval één. Zo. Nou, dat was hem. Nee hoor. Tot volgende week. Oh, er komt nog meer. Er komt nog meer. Als je kijkt wat er met een levend wezen, bijvoorbeeld deze bloem, gebeurt. Wanneer je dat hierin haalt. Ja. Kijk even, prachtig mooi roosje. Niets aan de hand. Nou, die kan je hier even inhouden. En dan krijg je een goede indruk wat er zou gebeuren wanneer je je hand hierin zou houden. Het gaat in eerste instantie een beetje koken en borrelen. Niks aan de hand. En nou ja, en een beetje heen en weer roeren. Ja. Als je hem er dan uithaalt, ja. Nou, dan ziet het er nog steeds uit, dus een mooie roos. Ja, zeker weten. Prachtig roos. Oké, leg hem eens even neer op het tafeltje, voorzichtig. Leg hem neer, tafeltje. Oké. Hoppa. Nou, je ziet, het is goed dat je niet met je handen erin bent gaan roeren. Want dit is gewoon... Hadden die er nu ook al eens uitgezien. Dit kan je nu wel aanraken, denk ik. Maar dit is gewoon een eierschil geworden, zeg maar. Ja, nou, het... Al het water dat in die bloem zit, dat wordt gewoon keihard bevroren... op het moment dat je dat in die vloeibare stikstof houdt. Dus je kunt er van alles in hangen eigenlijk. En dan, Ja, maar beter niet onderdelen van jezelf. Nee, natuurlijk niet. Dan hebben we misschien nog iets leuks. Ik heb hier een aantal ballonnen. Ballonnen? Nou, dat verwacht je ook niet, professor met ballonnen. En nou wil ik een vraag aan jou stellen om te kijken of je vroeger goed opgelet hebt op school. Ja. Hoeveel van die ballonnen denk je dat we in die emmer kunnen krijgen? Nou, AG, dat... Zonder ze lek te prikken. Ja, zonder ze lek te prikken. Gewoon zo met elkaar. Ja, nou, dan gaan er, als je flink perst, misschien een stuk of vijf zullen erin gaan, denk ik. Nou, laten we eens gaan kijken. Hè? Dit is de eerste. Gaat ook. Duurt er tegen. En je ziet... Kijk je nou uit voor je vingers ook, ik kijk heel goed uit voor mijn vingers. Ze lopen wel leeg, maar ze lopen niet leeg. Ja, dat denk je. Dat denk ik. Nou ja, ik word ook... Ik ben ook maar een mens. Twee. Ja. Ik blijf lekker persen. Maar de lucht die nou in de ballonnetjes zit, die bevriest ook. Die bevriest, ja. Dus daarom zie je dat ze helemaal slap worden. Minder ruimte nodig natuurlijk. Ze zakken in elkaar en inderdaad, ze worden zo plat als een dubbeltje. Dus we hebben er nu drie in. Ja. Nummer 4 en 5. Dit is televisie, hè? Dit is televisie. Hier is het medium oorspronkelijk voor bedoeld geweest, hè? Gaan er wat in, hè? Ik ben benieuwd hoe lang we nog door kunnen. Nou, ik kan me ook zo die verbazing voorstellen in de huiskamer. Mensen zitten... Die roepen elkaar uit de keuken. Kom kijken, Mien, wat er nou gebeurt op televisie. Dat is nog nooit vertoond. Veel gezien, operaties. Ze gaan met zo'n kijkding helemaal naar binnen. Maar dit is... Dit is wat. Ja, nou. Gelukkig nog 30 ballonnetjes en dan. Kijk, ik kan er ook eens een andere in doen. Al deze ballonnetjes waren met lucht gevuld. Ja. Dit is een ballon, die wil ook omhoog. Die is ook met een gas gevuld, dat is helium. Ja. Dat kan ik er ook bij doen.
En die laat je dan los. Ik weet niet wat ik zie, hè. Ik weet niet wat ik zie. En ik sta erbij. Ik sta erbij. Ik kan later tegen mijn kleinkinderen... Nou ja, mijn kleinkinderen. Nou. Nou, je ziet het ballonnetje dat daarnet nog zo mooi vloog. Helemaal afgekoeld. Als je hem nou heter weer laat worden, dan zet hij weer uit en dan stijgt hij weer op. Is er intussen hier wat gebeurd? Alles komt weer terug. Even om te laten zien dat ze er echt in waren blijven zitten. En dat ze niet lek geprikt zijn. Je ziet, ze zijn allemaal nog goed. En als je ze weer op laat warmen, dan wordt die lucht gewoon weer een gas. En dan heb je weer ballonnetjes. Ongelooflijk, hè? Wat een experiment, wat een experiment. Ja. Wat ga je doen? Ik ga eventjes wat van die gascilinder, van het helium, in dit ballonnetje. Helium, je maakt de ballon nu vol met helium. Ja, dit wordt weer zo'n heliumballon. Moeten we even goed vasthouden, want het is ook weer zo'n gas dat graag omhoog wil. Zo graag weg, hè. En het leuke is, omdat het gas zo ontzettend licht is, gaat het geluid ook veel sneller in dat gas. Het geluid? Ja. Oh. Dus wat ik je wil vragen te doen, is heel diep uitademen. Dan de lucht, of de helium die in deze ballon zit, naar binnen te zuigen. En dan eens wat te zeggen. Ach. En dat kan geen kwaad. Dat is ongevaarlijk. Het is niet... Hoop ik. Moet er eerst uit natuurlijk, anders kan er niks in natuurlijk. Goedenavond, dames en heren. Het is ook dan gauw weg ook weer, hè? Wat een wonderlijk geluid. Kan je nog één keer doen? Dat is wel grappig, hè? Ja, hoor. Je kan er niet veel mee zeggen, maar wat je zegt is wel raak ook, hè? Is wel raak, hè? Het is leuk voor de kinderuitzending ook, natuurlijk. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, dag. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, dames en heren. Nou, dit moet wel genoeg zijn. Dit moet zeker genoeg zijn, hè? Gaan we weer, hè? Hier staat de winnaar van de kostuum. Daar zijn we weer in het atelier. Nee, geen atelier, het is een, hoe noem je het? Laboratorium. Laboratorium van professor Dr. Hagi. Hallo, professor Dr. Hagi. Vorige keer hadden we met, wat was het ook, met waterstof en... ja, gassen. Gassen. En deze keer hebben we, net zoiets, hebben we allemaal in huis, elektriciteit. Ja. Want hoe lang hebben we al elektriciteit... Nou, dat is al een paar honderd jaar bekend, zeker in de vorm waarin ik het nu demonstreer. Dat is namelijk statische elektriciteit. Statisch, dat heb ik thuis ook. Met, als het winter is, koud is, dan met de vloerbedekking. En dan pak je de kruk van de deur en... Ja, dan krijg je opeens zo'n vonk. Hoe komt dat? Is gewoon door de wrijving van je voetzolen met het tapijt of met de vloerbedekking. Dat soort wrijving. Is dat wat dat te doen? Ze zeggen met zout water spuiten. Nou ja, je zou kunnen zorgen dat je altijd met een koperdraadje aan de waterleiding vastzit. Opgelost. Dat we er zelf niet op gekomen zijn. Hoor, gewoon met een koperdraadje aan de waterleiding vast natuurlijk. Wat is dit allemaal? Nou, dit is een zogenaamde elektrificeermachine. Uitgevonden door de heer Wimshurst. En daarmee kan je een ontzettend grote elektrische spanning opwekken. Het is zo dat deze afstand, die komt overeen met een spanning van ongeveer 100.000 volt. Toch en wel, als ik nou hier aan ga draaien, dan duurt het een tijdje voordat die spanning op begint te wekken. Waar moet ik naar kijken? Nou, daar bij die bolletjes moet op een gegeven moment iets gaan gebeuren. Hoeveel is dat knettertje? Dit zou iets van 100.000 volt zijn. 100.000? Echt wat? Ja.
Dus daar, als je daar je vinger, dus, dan ben je er gelijk geweest. Nou, nou dat valt wel mee. Ik kan het even proberen. Nou. Je ziet, hij doet het ook naar nou, mijn vinger. Nou, het is misschien gevaarlijk. Jan, wil jij even? Nee. Maar het is zo dat je die elektriciteit, die kan je ook opsparen. Dat is een uitvinding die al een tijdje oud is en uit Nederland stamt. Dat is de zogenaamde Leidse fles. Ja, tegenwoordig... Maar even nog, want je gaat niet hard. Want je draait met dat dingetje tegen de ding. Maar wat gebeurt? Want er zit hier een kwastje. En dat gaat langs een dingetje. En waar komt ja, de stroom, het is een hè? Hele listige constructie. Want hier, oh, hier zitten ook weer kwastjes. Ja. Die nemen het over van die? Het is zo dat deze kwastjes, die zijn het eigenlijke geheim van deze machine. Als die ene plaat een beetje positief is en die andere een beetje negatief, dan op het moment dat die positieve plaat hier passeert tegenover de plaat waar dat kwastje op drukt, dan duwt hij de positieve lading uit dat stripje in het kwastje. Zodat de negatieve lading overblijft. Die negatieve lading, die komt hier, die doet daar hetzelfde en duwt dan de positieve lading in het kwastje. En zo blijven die ladingen elkaar afstoten en krijg je een ontzettend verschil. Weet je nou echt zelf waar je het over hebt? Ik begrijp, maar ja, ik heb er niet gestudeerd, dus ik weet het allemaal niet. Klinkt goed. Oké, nou. Het interessante van elektriciteit is dat als je iets elektrisch oplaadt, dan kan er een positieve of een negatieve lading opkomen. En nou blijkt dat gelijke ladingen die stoten elkaar af. Daar heb ik een heel leuk demonstratieproefje van. Leuk. Dat zijn deze twee plaatjes hier. Aan die plaatjes zitten draadjes. Weet je hoe het werkt? Een beetje onder stroom, maar dan hoor ik eigenlijk eerst... Wat doe je? Even af te leiden dat... Waar is dat voor? Niet altijd veel vonken. Oh, dit is gewoon een tang waarmee ik die dingen even met elkaar kan doorverbinden. Zodat als er nog elektrische spanning opstaat, je dat even kort sluit. En dan krijg je niet een ernstige schok op het moment dat je die stekkertjes erin doet. Ja, ja. Oké, dus nu heb ik die twee platen verbonden via die draadjes met die bollen waar die vonk van komt. En dan is er gewoon ijzeren draadjes. Voorzichtig, ja. Nu ga ik draaien. Is er gewoon een plastic pingpongballetje? Het is gewoon een plastic pingpongballetje. Oh. En aanvankelijk gebeurt er niks met het balletje. Deze is negatief. Alleen als ik dit nu een zetje geef, zodat hij een van die plaatjes raakt, dan zie je, dan blijft hij met een enorme snelheid heen en weer kaatsen tussen die platen. En dat gaat gewoon door zolang ik draai. Nou, daar kun je grappige dingen tussen hangen, hè? Ja. Ja, we hebben geprobeerd het te verkopen aan de Nederlandse Tafeltennisbond. Maar nou, daar stond ik ook aan te denken, de Nederlandse Tafeltennisbond. En als je dan die lading kortsluit, weer even. Dan zie je, dan houdt hij weer op. En de verklaring is dus dat zodra dat balletje de positieve plaat raakt, komt er ook een positieve lading op dat balletje. Ja. Dan wordt hij meteen weggeduwd en dan raakt hij later de negatieve plaat, waardoor er weer een negatieve lading op komt. Dat weten we wel. Maar zit je daar nou de hele avond mee te spelen? Geef je even, daar even. Nee hoor, nee, dat is alleen voor deze gelegenheid. Want hoe heb je dit ontdekt? Heeft iemand je dat verteld? Is dat een eigen vinding? Nee, dit zijn proefjes die gedaan worden op het natuurkundepracticum aan de universiteit. Oh, je had ze ook weer gezien van Ander. Je geeft het door. Ik geef het door, ja, zeker weten. Oké, datzelfde effect wat je hier op de pingpongballetje ziet, dat kan ook in het klein optreden. Het is namelijk zo dat luchtmoleculen zijn een soort kleine pingpongballetjes. En de luchtmoleculen, die kan je niet zien natuurlijk. Die kan je niet zien, maar de lucht bestaat eruit. En deze kaars, die is heel gevoelig. Je ziet, er is al een beetje wind nou, deze kant wind, op. Hou ze op, Jan. Wat je nu gaat zien is dat de luchtmoleculen in de buurt van de punt van die naald, die worden op dezelfde manier afgestoten als dat pingpongballetje. En daardoor ontstaat er een wind die vanaf die naald richting kaarsvlam gaat. En ja, je ziet, die wind wordt zo krachtig dat hij die vlam bijna uitblaast. En als ik hard genoeg zou draaien, dan zou het in theorie mogelijk moeten zijn om die vlam volledig uit te blazen. Maar je kan het ook gewoon zo doen. Het is een hele toestand wat je ervoor moet doen, hè? Dan hebben we hier een iets ander apparaat. Dat is een Van de Graaf generator. Een Van de Graaf? Van der Graaf. Van, ja. Van Bart? Naar de uitvinding. Bart, nee, die heeft er niks mee te maken. Misschien zijn grootvader, maar... Van de Graaf. Van de Graaf-generator. Even opletten, jongens. Je ziet, op het moment dat hij gaat draaien, wekt hij een elektrische lading op die bol op. En op dat moment gaat ze uit elkaar staan. We hebben dit effect hier in de studio ook. Als Joop van Ende, daar gaan we op komen, zie je overal... Ja.
Ja, nou, met je haar, als je zelf dit ding vast zou houden, dan zou dit ook met je haar gebeuren. Ja. Dat, ik weet niet of dat bij mijn haar erg goed gaat. Mijn haar staat van zichzelf al overeind. Oh, maar even zien. Dan moet ik wel op die plaat gaan staan. Die plaat is van een heel goed isolerend materiaal. Oh, anders sta je zelf onder stroom. Ik sta sowieso zelf onder stroom, maar dan loop dus ik... Dus ik moet je geen hand geven? Niet als die ding aanstaat. Mooi. Kijk, je ziet, het ding hier gaat omhoog. Nou weet ik niet of het aan mijn haar te zien is. Ja, het is wel te zien, maar zo kwam je al binnen, hoor. Je kan nog meer doen, hè? Ja. Ik heb hier een aantal gewone TL-buizen. TL-buizen. En daaraan kan je zien dat het hier echt om elektriciteit gaat. Op het moment dat die elektriciteit door die TL-buis gaat, dan ligt die even op. Ja, hij gaat branden. En dan zie je dat die dingen gewoon inzakken. Ja. Maar dan leid je dus alle elektriciteit die op dat lopende bandje vervoerd wordt, die laat je gewoon richting buis gaan. Wat grappig, hè? En nou, dit apparaatje, dit gaat, hoe draait het? Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Je ziet, het werkt ook als je hem in je mond houdt. De elektrische lading die gloeit dan, die laat die buis opgloeien. Waarom moest je daar nou zo bij lachen toen je zei? Toen ik wat zei? Ja, je zei, jij doet het ook als je hem in je mond houdt. Nou, ik vond het wel grappig, ja. Jawel. Heb ik altijd willen doen, een gloeilamp in mijn mond houden en die dan zien oplichten. Ja, ik moet zeggen, ik mag ook voor het eerst met dit apparaat spelen vandaag. Oké. Heb je nog iets grappigs? Nou, als je misschien deze buis vast kan pakken, dan kan je zien dat die stroom ook... Ik hou hem zo vast. Je houdt hem zo vast dat die stroom door mij heen kan. Ik voel hem hier. Ik moet ook op het ding staan natuurlijk. Dat zegt hij niet. Nou. Gluip het. Ik voel hem zo dat mijn schoen zo leeg is. Je kan... dat gaat lekker. Ik wil volgende week wel alleen presenteren. Bam. Wat doe je? Nee, dit werkt niet. Oh, gelukkig. Nee, het werkt wel als je gewoon met de hand ernaar wijst. Dan kan je zien dat die vonken ook tussen je handen overspringen in de bocht. Oh ja. Ja, dichterbij. Ja, doe het voorzichtig. Ik zag hem overspringen. Hartstikke leuk. Dat waren ze erg hier. Dat waren ze. Nou, ik vond ze geweldig leuk deze week. Ik was heel leuk met, wat hadden we ook weer, met die gassen? Elektriciteit. Oh ja, met die elektriciteit, ja. Ja, ik loop vooruit natuurlijk, hè, met die, met die elektriciteit. Deze week hebben wij iets totaal anders. Ja, deze week gaat het over luchtdruk en vacuüm. Dat zijn luchtdruk en vacuüm. Twee keerzijdes van dezelfde medaille. Ja. Luchtdruk en vacuüm. Is daar veel mee te doen, luchtdruk en vacuüm? Ja, in het dagelijks leven is dat enorm belangrijk. Waar gebruik je dat voor? Nou, de lucht bijvoorbeeld om in te ademen, maar er zijn allerlei apparaten. Maar hoe bedoel je in vacuüm? Het zit in een... Oh, vacuüm. Nou, om dingen vers te houden. Maar er zit juist geen lucht in. Dat is vacuüm. Als er geen lucht in zit, is het vacuüm. Ja, ja, geen lucht. Dus het gaat over lucht. Ja, zeker. In vacuüm? Ongeveer. Let op. Begrijp je nou al niet meer. Heb ik een pomp staan. Een luchtpomp. Die pomp aan de ene kant de lucht erin. En hier zit de uitlaat, daar blaast hij hem weer uit. Nou, dan ga ik iets doen. Daar zit ik even oorbeschermers voor op. Misschien wil je dat ook doen. Waar is het voor? Nou, we gaan een knal maken. Oh. Om te demonstreren hoe groot de kracht van lucht kan zijn. Prima, dat betekent dat ze werken. Hallo. Ik neem dit stuk cellofaan en dat span ik over die cilinder. En dan zie je, het gewicht van de lucht drukt op de cellofaan, drukt het helemaal in. Tot er een enorme knal komt. Je ziet, het was maar goed dat we de beschermers op hadden. Ja, zeker goed dat ik hem op had, ja. Nou, wat je verteld, hier zag gebeuren was het instorten van de lucht. Het instorten van de lucht? Alle lucht was door de pomp uit die cilinder
gezogen. Die zogen... En daardoor rustte het gewicht van de hele atmosfeer die erboven zat op dat dunne stukje cellofaan. Nou, dat kon het niet houden. Op een gegeven moment brak het. En de lucht die stortte erin en dat gaf die enorme knal. Ja, maar de atmosfeer dat, waar boven ons zit, hoeveel dus lucht? Ja, dus lucht. Nou, gemiddeld 8 kilometer hoog. Dus dat is een enorm gewicht aan lucht. Ja, lucht is lucht, dat weegt niks. Maar lucht is ook een heel drukt voortdurend. Drukt ja, er, op je schouders drukt zeker een paar honderd kilogram aan lucht. Kijk, daar is een hele geruststelling voor de dames op de weegschaal. Het is gewoon... Er wordt op je gedrukt, want zo zwaar ben je niet. Ja. Toch, daar kunnen we vanuit gaan. Maar even leegzuigen die boel. En... Dat is een goede manier om te vermageren, dat zeker. Te vermageren. We kunnen ook zien dat lucht uit kan zetten. Als je de druk verlaagt, dan neemt het volume van lucht neemt het toe. Ik heb een paar lekkere dingetjes. Die zet ik onder deze stolp. Ja. Nou, dit was weer dat plateautje waar ik er zit nu nog via lucht de onderkant zit lucht in. Zit die kan ik er zo uitpompen door dat gat dat er onderin zat. Ga je weer de lucht uit deze... Ja, zet ik de pomp aan. Ja. Wat zien wij? Nou, let op wat er gebeurt. De lucht verdwijnt langzaam. Je kan op een metertje zien hoeveel lucht er nog over zit. Kijk. Dus doordat er niet meer op die Big Mans gedrukt wordt... wordt het inderdaad een echte Big Mans, jongen. Kijk eens in. Ja, de lucht die erin zit, die zet dus nu geweldig uit. En je ziet nou bij het spekje, dat is wat steviger. En ja. Dat, het spekje zet niet zo uit. Wordt wel een beetje bol, maar daar kan je toch niet in doen. Maar dat schuim, dat kan bijna geen weerstand bieden aan die enorme kracht van die lucht. En daarom zwelt hij nu enorm op. Hij zwelt enorm op, hè? Ik heb veel dingen op zien zwellen, maar... En zo snel... En je zuigt alleen de lucht er maar uit. Dan sta je normaal niet bestil. Nou, ik geloof dat de meeste lucht er nu wel uit is. Dus nu kan je kijken wat er gebeurt. Dus even nou, het kraantje dan ga je de lucht er weer in doen. En dan langzaam lucht erin laat. Lucht er weer in. Zet ik het kraantje voorzichtig open. Voorzichtig, hoor. Merk vooral op wat er met het spekje gebeurt. Ja. Ja, ik kan me nog herinneren als je moeder ineens de kamer binnenkomt, weet je wel. Nou, die is zeker klein geworden, zeg. Potverdorie, blijft niks van over. Ja, dus alle lucht is daar gewoon uit ontsnapt. Ja hoor, het is nog steeds, het smaakt hetzelfde. Ja, ja. Nou, ik hou niet zo van spekjes, maar, dit is allemaal goed nog. Ja. Maar je kan niet meer echt aan je gasten serveren. Ja, top. Nou, heel erg leuk. Dan hebben we nog iets anders. Dat is ook een hele bekende proef. De Maagdenburger halve bollen. Oh ja. En dat is eigenlijk gewoon het principe van de zuignap. Als je die bollen, die zitten gewoon met een klein rubber randje aan elkaar. Ja. En die kan ik ook weer uitzuigen. Lucht uit gaan zuigen, inderdaad. Duurt even een paar seconden. Geef niet, we wachten. Dan draai ik het kraantje dicht, zo. Nou, nu zitten ze dus tegen elkaar aangezogen door die druk van die lucht. En als je uitrekent hoeveel vierkante centimeter dit is... dan blijkt dat er een kracht van iets van 80 kilogram nodig is om ze uit elkaar te trekken. Nou, probeer maar eens te trekken. Ga je nagaan wat een kracht wij samen hebben. Dus. Ja, nou ja, 80 kilo kan je wel tillen, toch? Je kan, als je jezelf opdrukt, neem aan dat je ook zoiets weegt. Zeker, ik druk regelmatig. Nou, tegenwoordig niet meer, maar... Nou, nou. Dan hebben we nog één leuke demonstratie. Leuk. Dat is in verband ook weer met lucht, maar nu met bewegende lucht. Daarvoor zal ik deze kazen even aansteken. Ja. Ja. En dan hebben we hier een doos staan. Hey.
En nou, dat is op zich een gewone doos. Zit niks mysterieus in. Alleen, we hebben er wat rooktabletjes neergelegd. Die even aansteken. Zo. Mocht je willen, ja. Ja? Het komt er aan de voorkant uit, is dat ja, goed? Ja, dat is de bedoeling. Dit is iets wat eigenlijk iedereen thuis zou kunnen doen. Gewoon een doos met een rond gat erin. En dan van achter dichtgemaakt met een soort lapje gordijn. Het leuke is, als ik nou een klap op dat lapje geef, dan pers je de lucht in die doos dus even samen. Die komt er door dat gat uit, maar niet gewoon als een straal. Nee. Maar, let op, als een ring. Wat gevecht. Oh, maar dat is... Ik kan nog die derde kaas ook uitblazen. Even nikken. Yes! Wow! Jee, oh, die is grappig zeg. Geweldig leuk. Ja, dan is... dit was de laatste truc, hè? Ja. Ja. Dan hebben we... want het wordt vooral ook gebruikt met luchtdruk in de... In de gemotoriseerde wezens, of het gemotoriseerde ja, verkeer. Nou, luchtdruk is heel belangrijk. Ja. Een heleboel gereedschappen werken erop. Dit is wel iets heel bijzonders. Dit is een hovercraft. Een hovercraft. Hovercraft? Die zweeft boven de grond op luchtdruk. Een hovercraft. En ik zei al, van normale lucht heeft een druk van 1 kilogram per vierkante centimeter. Ja. Nou, dit is ongeveer 3 vierkante meter. Dat is 30.000 vierkante centimeter. Dus in principe zou de normale luchtdruk hier al een enorme kracht op uit kunnen oefenen. Ja, dat is wel natuurlijk, hè. Dus je hebt alleen maar een klein ventilatortje nodig om hem iets op te tillen. Dus deze blaast de lucht? Ja, die blaast de lucht naar beneden, die komt eronder en dan kan hij een groot gedeelte tillen. Ik kan hem even starten. Wil je hem even starten? Stap maar in. Oké. Daar zit de startknop. Yes. Ja? En dan